ook weer gedaan. Elke dag gaan we wel een paar keer naar de wc. Wist je dat onze ontlasting, dus onze poep en plas, veel kunnen vertellen over onze gezondheid en ook over corona? Ik sta hier bij het RIVM. Hier doen ze onderzoek naar gezondheid en milieu. Ze onderzoeken ook het rioolwater op corona. Hoe dat gaat, gaan we jullie vandaag laten zien. Ik ben Anouk en ik ben vandaag jullie verslaggever. Maar eerst schakelen we over naar mijn collega Dio. Die staat bij een rioolwaterzuivering. Hallo, ik ben Dio. Ik sta hier bij Stefan van de rioolzuivering. Stefan, wat doen jullie hier eigenlijk? Wij zuiveren hier al het vuile water van alle huizen en bedrijven hier in de omgeving op de rioolwaterzuivering. En er zijn er meer dan 300 van in Nederland. Kunnen jullie ook zien of in het vieze water corona zit? Wij kunnen dat zelf niet, maar wij nemen allemaal kleine beetjes uit het vieze water wat net binnenkomt. En dat sturen we op naar het RIVM en die kijkt of er coronadeeltjes in zitten. Is het niet heel erg vies? Nee hoor, dat valt wel mee. Wij hebben altijd handschoenen aan, een bril op, een mondkapje op en dat wordt netjes in potjes gedaan. Dus wij worden er niet heel vies van. Oké, bedankt Stefan. En dan schakelen we nu weer over naar Anouk. Ja, en hier bij het lab komen dus al die flessen met dat vieze rioolwater binnen. En dat gaan ze dan onderzoeken. Ik mag vanwege de veiligheid niet het lab in, dus hebben we wat vragen opgenomen via de iPad. Dankjewel, ga ik ze aan het lab beantwoorden. Tot zo! Kun je het kort uitleggen wat er in het lab gebeurt? Hier op het lab komen de flesjes binnen met afvalwater. Een deel van het afvalwater gebruiken we om COVID-analyse mee te doen. En het andere deel gebruiken we om op te slaan, zodat we eventueel later nog vervolgend onderzoek kunnen doen. Met behulp van PCR kijken we dus naar de hoeveelheid genees materiaal van het coronavirus. Andere collega's gaan daarna verder met die onderzoeksdata. Is het leuk werk? Het is heel leuk werk. We hebben een heel leuk team met jonge collega's en er gebeurt elke dag wel wat spannends wat we moeten uitzoeken. Kan het virus ontsnappen? Nee, het virus kan niet ontsnappen. We beschermen onszelf en de omgeving erg goed. Zou je dat ook thuis kunnen doen? Een stik in je poep in plaats van in je neus? Nee, dat kan niet. Dat komt omdat niet iedereen die besmet is ook daadwerkelijk virus in zijn poep heeft. En voor de rest van jullie vragen gaan we naar mijn collega's van het datateam. Welkom bij het RIVM. Fijn dat jullie er zijn. We zijn hier in het hoofdgebouw. Hier zitten ook onze data-analisten en daar ga ik een paar vragen over beantwoorden. Wat kunnen jullie nou met al die onderzoeken die in het lab worden gedaan? Ja, als we in het laboratorium een test hebben gedaan, dan weten we hoeveel virusdeeltjes er in het rioolwater zitten. En dat moeten we nog wel combineren met andere gegevens. Dat doen die data-analisten. Anne-Maria, kan je ons vertellen wat jullie met de uitslagen van die testen doen? Ja, die uitslagen van die testen die gaan naar het coronadashboard. En daar kan iedereen kijken hoe het gaat met de virusdeeltjes in het rioolwater. Dus bijvoorbeeld iemand bij de GGD kan dan zien hoe het bij hun in de regio gaat en wat ze daar dan mee kunnen doen. Dus is het belangrijk om in actie te komen. En wat kunnen we daar nog meer mee? We kunnen in het rioolwater heel goed zien of het goed gaat of niet goed gaat. Dus helpt het dat we die maatregelen nemen? Waar kun je het rioolwateronderzoek nog meer voor inzetten naast corona? Omdat we het rioolwater van al die plekken in Nederland krijgen, kunnen we daar ook naar andere factoren kijken die iets zeggen over de gezondheid van de Nederlander. Zo, dat was interessant. Ja, Dio, dat ze dit allemaal kunnen vinden in het riool. Ben je ook niet benieuwd wat onze coronaminister hiervan vindt? Ja, inderdaad. Hij heeft ons nog een filmpje gestuurd. Laten we dat even bekijken. We hebben het ontdekt tijdens de coronacrisis, maar het is dus echt fantastisch. Rioolwateronderzoek. Want kijk, via testen kun je een hele hoop te weten komen. Maar niet iedereen laat zich testen. Maar iedereen moet naar de wc. Iedere dag. Een paar keer. Dus in dat rioolwater kun je ongelooflijk veel ontdekken over de gezondheid van mensen. Over corona natuurlijk, maar over heel veel andere ziektes en aandoeningen kun je heel veel dingen leren vanuit het rioolwater. Fantastisch dus dat het RIVM daar zo mee aan de slag is. En de rest van de wereld kijkt met ons mee, want wij zijn eigenlijk in Nederland het beste in het analyseren van Big Brown Data. Want zo heet het, Big Brown Data. Klinkt een beetje smerig, dat is het misschien ook wel, maar het is ongelooflijk leerzaam. Zo, dat is handig. Nooit geweten dat poep zo interessant kon zijn.